Het is zomer, dames en heren. Dat betekent dat het ook nog eens ontzettend warm is. Zo ook hier in de Efteling. Maar hoe hou je jezelf koel met water, met ijsjes? Noem het allemaal maar op. De beste tips om jezelf koel te houden in de Efteling heb ik hier vandaag. Dus blijf kijken. Goed dat jullie weer aan het kijken zijn naar deze video. En deze video heb je deze zomer zeker nodig als je naar de Efteling gaat. Hoe hou je jezelf cool hier in de Efteling? Nou, ik weet het, er zijn heel veel manieren en ga het ook zeker uitproberen. Eén daarvan, er staat hier natuurlijk een heel grote, eigenlijk gewoon een soort mini-badje, een soort zwembadje, maar meer voor de kleine. Het is niet van mijn leeftijd tot 6, 7 jaar, gok ik. Kan je hier in de archipel afkoelen? Dit is Nihil, dat ga ik dus ook niet gebruiken. Vergeet dus maar weer, ik heb een nog betere tip en daarvoor hoeven we maar een klein stukje verder te lopen. Ik sta hier op het Jokie en Jet Zomerstrand en dit is niet per se een afkoelende plek. Helemaal niet juist, je staat hier in de brandende zon en het is ontzettend warm, maar daar hebben ze wel wat op bedacht. Hier kan je namelijk wel achter mij heerlijke bubble tea halen en ook nog eens sluspuppies. Dat kan wel heel afkoelend zijn. En als ik hier rechtstreeks oversteek, hop, dan komen we hier bij de ijsjes. Ik heb ze nou nog niet per se nodig. Het zonnetje is heel even achter de wolken, maar daarnet was het zo ontzettend warm. En die zon die komt zeker nog wat terug. Dan gaan we een verkoelend drankje halen en dan ga ik daar een kleine review van geven. Maar eerst lopen we nog eventjes verder naar andere puntjes waar je verkoeling kan zoeken in de Efteling. Als het zomer is en echt heel erg warm is, heeft de Efteling een paar effecten door heel het park. Je hebt bij Ruigrijk heb je die bij Fatum Ghana en hier ook. En dat is dat je letterlijk gewoon in het park, als je aan het lopen bent op een weggetje, word je nat gesproeid. En hier komt regen uit de bomen. Ik weet niet of dat die nu aanstaat. Het lijkt op regen en jullie kunnen het ook zien. Want de vloer die heeft hier een beetje een andere kleur. Hij is nog een beetje nat. En dat komt van hup, hierboven. Natuurlijk kan je op meerdere plekken in het park ijsjes halen. Zo heb je daar ook nog een tentje waar je ijsjes kan halen. Maar staan er ook watertappunten door het park heen. Je hebt er eentje bij Vliegende Hollander. Dat is hier. Hoppa, hier is het volgende watertappuntje. Dat is hier bij de Vliegende Hollander, waarvan eentje het nog maar van doet. En daar komt nou een hele harde straal uit. Meestal deden ze het alle drie, want het zijn drie kraan eigenlijk. Maar dat vonden ze waterverspilling. Dan zet je je fles onder de ene en dan gaat hij naar de andere. Het was een soort grapje wat ze hier hadden gemaakt. Nou, mensen, bezoekers, die vonden dat waterverspilling en dat is aangepast. We gaan snel terug naar het Anton Pieckplein, waar dat ene watertappuntje staat waar ik naartoe ging. En dit vrouwtje hier, en dit is echt drinkwater, dames en heren. Let goed op. Oh, waarom doe ik dat nou ook? Het is drinkwater en het is verkoelend. Ga er lekker onder staan als het echt een warme dag is. Op twee plaatsen in de Efteling zijn ook nog eens swirls te halen. Die heb ik pas getest in een andere video. En dan kan je dus een saus kiezen en drie toppings. En voor de rest is het soft ijs ook ontzettend verkoelend. En ook nog drankjes. En daarvoor lopen we hier het Ton van de Ventplein. Hier op het Ton van de Ventplein bij de Elvis-gommel, hier bij Droomvlucht, kan je frozen mocktails halen. En daar wil ik er eigenlijk wel eentje van proeven. Even kijken, ik denk dat ik de watermeloen variant ga nemen. Je hebt ook nog sinaasappel, kersen en aardbei volgens mij. Aardbei inderdaad, maar ik doe de watermeloen. En daarvoor moet je als het goed is heel gelijk afkoelen. Jullie zien het aan mijn gezicht, het zonnetje is weer doorgekomen en ik begin al te zweten. Ik had het dus eventjes fout. Het was geen aardbei, het was inderdaad een sinaasappel, een kersen en een watermeloen aardbei. En die hebben we maar eens gepakt. Dit is eigenlijk gewoon een mocktail, maar dan met sluspuppy erin. Witte, en dat is wat je hier aan de bovenkant ziet. We gaan een slokje proberen. Omtand. Nou, het is oprecht best wel lekker. Heerlijk. Ik zou hem zeker aanraden hier zo. Dus de watermeloen, aardbei, de sinaasappel en de kersen. Ik heb de watermeloen, aardbei en ik proef watermeloen en aardbei. Nee jongens, super lekker. Lekker even afkoelen. Dan gaan wij door verder het park in. Hier is ook nog een techniek om een beetje, beetje verkoeling te zoeken. Ik heb even mijn proefkonijn. Liz is mijn zusje. Liz, blijf daar maar goed staan. Klein stapje naar achter nog. Wacht maar. Oh, nou maak ik mezelf nat. Wacht even. Dan kan je dus iemand die daar staat. Oh, en ik ben weer een beetje afgekoeld, hè. De volgende tip hoef ik als het goed is jullie niet te geven. Want iedereen kan wel bedenken dat als je in de Efteling bent en je hebt het een beetje warm, dat je dan in een waterattractie gaat. En een van die leuke waterattracties is natuurlijk Piranha. Daar koel je af, daar word je nat. Dus dat gaan wij ook doen. We gaan erin en kijken hoe erg we afkoelen.
goed, we zitten in de bivakje. Wow, wow, fijn. Oh, wow. Oh, het is echt lekker weer. Dat betekent dat ze de piranha heel hard hebben aangezet. Oh, Liz. Een heel groot stuk water kwam daar tegenaan, hè? Nee. Ja, nee, nee, oh, wat een stom ding. Heel mijn sokken zijn helemaal nat, ik meen je niet. Mijn sokken, mijn broek, mijn t-shirt, alles is nat. Het is echt vreselijk. Er kwam een lading water op ons, maar niet alleen in deze attractie word je nat, ook buiten deze attractie word je nat. We gaan naar de watergoden. Daar heb je die watergoden. En dat zijn grote tomben waarin je je hand doet. En als je daarmee klappert, dan kan je hier mensen nat spuiten via deze watergoden. En heel soms spuit hij ook nog eens naar de kant. Dat betekent dat jij zelf ook nat wordt. Dus dat kan hier ook nog. En dan koel je ook vrijwel af. Nou merk ik dat die watergoden hier niet heel vaak naar de kant toe spuiten. Aan die kant van de piranha heb je ook van die watergoden. Steek je weer je hand in. En dan kan het wel zijn dat je een extra straal naar de kant krijgt. Recht in je gezicht. En dan ben je eerlijk afgekoeld. Wij gaan snel richting Ruigrijk. Zoals ik er net al zei, toen ik vanaf Reizenrijk naar Marenrijk liep, zijn er wat effecten hier in het park waarin je nat kan worden. En ja, die zijn er in Ruigrijk, maar ik denk dat we nu dichter bij Fata Morgana zijn. En bij Fata Morgana heb je er ook een. Daar heb je een spuiter en die richt zo een waterstraal op jou. Kan je ook nog nat worden en dus is dat verkoelend. Ah, het zal lachen zijn als je aanstaat. Ja, hij staat aan. Ik zag al dat hij spoot. Dat komt uit een heel klein dun buisje. Ja, je gaat het wel zien. Je ziet het hier ook op de grond. Het is hier al helemaal nat. Daar is hij. Hij raakt jou. Hij raakte mij. Daar, dames en heren, komt een heel dun waterstraaltje uit. En we moeten even op hem wachten. Dankjewel. Dit zomerseizoen in de Efteling zijn er verschillende drankjes. Ik heb er vandaag natuurlijk al eentje uitgeprobeerd. Maar hierachter staat ook een nieuw drankje. Mijn zusje Liz heeft die al een keertje geprobeerd. Even een interviewtje. Dag Liz, ik had gehoord dat jij al die thee en fruit sapjes hebt geprobeerd. Wat vond jij daarvan? Heel lekker. Ja. Wat is het voor iets? Nou, kan je dat uitleggen? Nou, het is eigenlijk in een beker mag je ook houden. En dan, kan je kiezen een soort van kaneelsoort. En dan worden er kaneelstokjes en andere spullen ingegooid. Ja. En een fruitsoort. En dan worden er heel veel fruit ingegooid. En dan wordt er ijscream bij gedaan. En dan is dat heerlijk. En daarna kan je het ook nog eens opeten. De kaneelstokjes niet. Is het verkoelend? Ja, zeker. Fantastisch. Dan hebben we dat ook weer gehad. Nu gaan we naar Ruigrijk en dan kunnen we hem afsluiten. In Ruigrijk is namelijk nog gewoon een heel leuk verkoelingsplek. Een goede attractie om af te koelen is natuurlijk Vliegende Hollander. Er zit ook bomvol water. Nou is die toch vrij lang en heb ik daar nu niet zoveel tijd voor. Buiten kan je misschien nog wel nog beter afkoelen. En dat ga ik jullie ook laten zien. Nou, we toch over attracties hebben. Zoek een wachtrij op die een beetje overdekt is. Denk aan Droomvlucht. Bij Symbolica heb je heel kort dat die even een beetje overdekt is. Maar dan heb je niet zoveel last van de zon. En überhaupt gaat Droomvlucht in Symbolica in of Fabula als het echt warm is. Want daarbinnen is het ontzettend cool. Ook hier binnen in de Vliegende Hollander is het ook lekker cool. Nou, zoek dat gewoon op. Maar nu, qua water afkoelen, kan het hier aan de buitenkant ook. Hoe zou je denken? Ja, het is iets wat je eigenlijk probeert te voorkomen hier meestal. En nu gaan we het zelf doen. Gek? Begrijp je nog niet? Kom maar gewoon mee. Komt goed. Wie weet, hebben jullie het kunnen raden? Als de Vliegende Hollander zijn baantje afgaat, komt hij hier langs en achter mij daar nog eens helemaal langs. En dan laat hij wat water vrij. Meestal probeer ik dit te voorkomen en wacht ik eventjes totdat de boot weer verder is. Maar nu niet. Ik ga eronder staan en ik word helemaal nat. Ik hoor dat hij eraan komt. Ik ga naar mijn plek toe. Verkoelend. Ja, net bij de Vliegende Hollander was het natuurlijk optimaal afkoelen. Wat nog belangrijker is met warme weer is natuurlijk insmeren. Ja, dat verkopen ze hier wel een beetje. Dat kunnen ze je geven. Dus als je dat bent vergeten, dan kan je het vragen hier bij de mensen die hier werken. Maar neem zelf toch maar gewoon mee. Want je weet het nooit. En dat is gewoon het beste. Smeer je thuis en smeer je hierin. Want je verbrandt levend in de zon. Zeker in een pretpark. Ik ben nat. Ja, dat kan. Deze fontein, deze aap hier in het Ruigrijk, die maak je ook nog eens nat. Liz, je moet maar eens komen kijken. Als je hier namelijk... Nee. Hier heb je dus een beetje water. Er zijn een paar aapjes die laten wat water achter daar, nu op mij. Dan heb je hier ook nog eens het Python Podium. En tijdens hun showtje die ze daar elke keer spelen, kan je ook nog eens nat gemaakt worden. Ik vind het weer gezegend voor vandaag, vind je ook niet? Vonden jullie deze video nou ook net zo verkoelend als dat ik hem vond? Vergeet niet te abonneren, te liken, te delen met iedereen die ooit in de Efteling is geweest. En kijk volgende week natuurlijk gewoon weer om dinsdag 6 uur. Geniet van de vakantie, geniet van het heerlijke zonnetje en tot de volgende keer. Houdoe!